We nemen een kijkje bij Mabeon, Agnes Brinke en een buurtcoach over schulden en het ontstaan van de naam Laborijn. Dit is het Laborijnjournaal van januari 2016. Mabeon is een schoonmaakbedrijf uit Doetinchem. Mabeon-medewerkers maken schoon bij onder andere scholen en bedrijven. Bij dit bedrijf zijn ook mensen van Laborijn gedetacheerd. We zijn benieuwd naar de ervaringen van een van deze medewerkers. Niels, hoe vind je het om te werken voor Mabeon? Ja, ik vind het heel leuk werk. Het is vooral de afwisseling, wat heel erg leuk is. Dus eigenlijk, ik werk dan 5 dagen in de week werk ik hier bij Prinsen. Omdat ze gevraagd hebben, omdat ze heel druk zijn hier om ook hier de werkvloer schoon te houden. En dat is heel leuk. Je bent met de vuilniszakken moet ik legen eerst. Spullen zoals papier, die staan grote papierdozen, die doe ik persen. Dat is leuk. Heel vaak vragen ze ook om, inderdaad, zoals je al ziet, met deze machines even mooi op te poetsen, zodat ze heel mooi bij de klant aankomen. Ja, en ook heel veel andere werk. Kantoren doe ik schoonmaken, scholen doe ik schoonmaken, sporthallen. Ja, eigenlijk is geen enkele dag hetzelfde en het is gewoon echt ook heel erg leuk werk om te doen. De samenwerking met de medewerkers van Laborijn, dat gaat goed. We zijn zeer tevreden met de mensen. We worden ook goed geselecteerd op of ze de werkzaamheden kunnen uitvoeren. De hoofdtaak van de werkzaamheden zijn schoonmaakwerkzaamheden die wij in allerlei sectoren uitvoeren. Dat kunnen zijn scholen, fabrieken, kantoren. En de doelstelling die wij hebben als Mabeon zijnde is om mensen met een beperking een volwaardige taak te kunnen bieden. De begeleiding van de medewerkers vanuit Laborijn wordt verzorgd door Esther, de jobcoach. En tevens door de objectleiders die rechtstreeks vanuit Mabeon werkzaam zijn, de medewerkers aansturen op de werkvloer, zodat de mensen toch hun werk kunnen doen en naar tevredenheid kunnen functioneren. Veel mensen hebben wel eens problemen met geld. Het is vaak lastig om die problemen op te lossen, maar er staat altijd hulp klaar. Wat kun jij doen voor iemand die financiële problemen heeft? Als medewerkers in de financiële problemen zijn, dan ben ik het eerste aanspreekpunt. En soms kunnen we iets doen door een betalingsregeling te treffen. Maar ook heel vaak verwijs ik door naar de buurtcoach of de sociale wijkteams. Ligt eraan in welke gemeente ze wonen. Martijn, kun je mij vertellen wat de rol van de buurtcoach is? Ja, dat kan. De buurtcoach is het eerste aanspreekpunt in de wijk. Wij zitten in de wijk Overstegen met 12 buurtcoaches en wij zijn er voor alle vragen in de wijk. Dat kunnen vragen zijn rondom opvoedingsproblematieken, burenoverlast of buurtbewoners die een leuke activiteit willen organiseren in de wijk. Maar ook mensen die bijvoorbeeld financiële problemen hebben. En stel dat er nu iemand met financiële problemen naar jullie toe komt. Wat zijn dan de stappen die je gaat ondernemen? Nou, we gaan altijd eerst met mensen in gesprek om gezamenlijk te kijken van wat zijn nou precies de financiële problemen en hoe zijn ze ontstaan. En dan gaan we een overzicht maken van de inkomsten, uitgaven en dan proberen we inzichtelijk te krijgen welke schulden er zijn en hoe ze zijn gekomen. Er zijn veel mensen die het lastig vinden om met problemen naar buiten te komen. Wat zou jij tegen hun willen zeggen? Nou, wij snappen dat mensen het lastig vinden om, om met dit soort problemen hulp te zoeken. Maar wij willen toch mensen graag adviseren om dat toch wel zo snel mogelijk te doen. Want hoe eerder wij kunnen helpen, hoe eerder we de problemen kunnen oplossen vaak. Als mensen heel erg lang wachten en de schulden worden maar groter en groter, dan wordt het ook moeilijker om ze snel en makkelijk op te lossen. Ja, als medewerkers bij me komen, dan kan ik zeggen dat het echt strikt vertrouwelijk is. Ik heb geheimhouding en niemand hoeft erachter te komen waarvoor ze bij me zijn geweest. Hoe is de naam Laborijn eigenlijk ontstaan?
Ook dit jaar organiseert de ontspanningsvereniging Laborijn weer leuke feesten. Deze vinden plaats op de volgende data. Hollandse avond op 26 maart, barbecue op 25 juni, verrassingsfeest op 24 september en de kerstbingo is op 17 december. Op woensdag 3 februari vindt er om 8:30 een voorstelling van Aan de Bak plaats in de Gruitpoort. Aan de Bak is een prachtige voorstelling over de gevolgen van de participatiewet en de participatiesamenleving. Wil je de voorstelling zien? Kaarten kosten €7,50 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de Gruitpoort. De acties voor een betere cao hebben succes gehad. De VNG heeft met de FNV en het CNV een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening. Dit akkoord wordt eerst nog voorgelegd aan de leden. Pas als de leden hebben ingestemd, is er een cao-akkoord. Dit was het Laborijnjournaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!